Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. De laatste keer dat ik jullie iets liet zien over mijn computerdeken M.2 erin. En sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Oké, dus ik had die M.2 geïnstalleerd, het werkte allemaal. En toen in één keer ging mijn computer in een bootloop. Toen heb ik alles geprobeerd, alles eruit gehaald, alles weer ingedaan, alles apart geprobeerd. Het is waarschijnlijk of mijn power supply of mijn moederbord is kapot. Dus ik heb allebei teruggestuurd. En Antec was zo lief om meteen een nieuwe case bij te sturen. Deze video is dan ook gesponsord door Antec. Voor zoveel keer, dankjewel. Check dus nu even snel Antec.com voor de mooiste cases, fans en wat je ook maar wilt. Check even het linkje in de beschrijving. We gaan een case unboxen, de P82 Flow uit mijn hoofd. Het is een van de nieuwe cases volgens mij. Dus ja, laat ik zonder veel te lullen maar snel gaan beginnen met het unboxen van de case. Het is een aardig groot pakket. Er zit nu ook een power supply bij, want dat was uiteraard waar ik allereerst om had gevraagd. Een nieuwe power supply, want die is waarschijnlijk kapot, dat weet ik niet 100% zeker. Het kan ook het moederbord zijn. Maar laten we dit maar gewoon snel gaan uitpakken, want ik heb er weer zin in. Zo, dit is bijna los. Oh, hier nog één. Ah, beter. Ah, kijk eens aan. Zo. We hebben de power supply. Dat is de Antec 650 watt Neo Eco. Even nog een extra lampje. Nee, de Neo Eco modulair. Hij is semi-modulair, dat betekent dat de 24 pin, de, ik denk 6 pin CPU. En ik denk eentje voor de videokaart er al in zit en de rest kan je zelf apart erin doen. Dus dat betekent dat je niet al die fucking kabels over hebt, dat dat chill is. Dus wat dat betreft een heerlijk power supply'tje en wel een soort van upgrade, maar het maakt voor de rest niet super veel uit ofzo. Hij werkt gewoon en daar gaat het om. En hij heeft niet tering voor kabel, dat is ook wel fijn. Maar die pakken we zo voor de rest uit. Eerst even zorgen dat dit er allemaal vanaf is. Zo. Dit kan allemaal weg. Hoppakee, de case. Oké, laten we beginnen met de power supply. En dan over de case wel. Dus even eerst dit allemaal aan de kant. Zo. Power supply, het is heel simpel. Zet ik in je Chinese tekstje op. Ik geen idee wat dat betekent, maar ziet er leuk uit. Zo, press een keer af. Oké, hij is 5 jaar warranty, maar dat krijg ik niet, want het is een review unit, dus vandaar dat ik ook weer nieuw moest. 80 plus certified, dat is niet heel veel, maar prima. En wat moet je dan meer? 650 watt, meer dan genoeg. Nou, there we go. Dan heb je hier natuurlijk de kabels die er sowieso in zitten. En hier de losse kabels. Nou, dit kan aan de kant. Ik vind dat zo geinig verpakt, zo'n power supply. Ik weet niet waarom, maar ja. Zo, even kijken, de kabels die er dus zo aan zitten zijn de 24 inch en de 8 pin CPU, want die heb je altijd nodig. En dan kan je zelf nog kiezen hoeveel SATA en hoeveel PCIe je nodig hebt. Wat fucking chill is, want je hebt, nou, ik heb gewoon maar 1 PCIe en 2 SATA's nodig. En anders zit je dat allemaal eraan te doen en dat heeft helemaal geen nut. Het is ook weer zo'n klein dingetje, zo'n small form factor. Dus dat is heerlijk. En hier zitten alle kabels in, nou ja, dat spreekt wel voor zich. Ik zou nu zelfs ook nog kunnen kiezen om zelf gekleurde kabels erin te doen. Maar daar heb ik geen zin in. Het kost me te veel geld. Dus dat gaan we niet doen. We gaan mooi door met de case. Zo, de mooie case. Voordat ik de case ga in elkaar zetten, ik ga binnenkort er ook weer een beeldvideo over maken. Dus abonneer even op het kanaal om dit te zien. Waarschijnlijk aankomende zondag. Maar daar later meer over. We gaan hem unboxen.
Fuck me al. Ja, komt ie. Ja, mijn camera zit hier een beetje in de weg aan de bovenkant. Goed. Voilà. Voilà, dat is de case. Het is compleet zwart zoals je ziet. Het is ook een heel, ja, niet echt gamer case zou ik het denk noemen. Een hele, industrieel ook niet, want er zit wel zo'n sidepanel op. Heel, heel simpel of zo. Heel makkelijk, heel, ja, heel simpel of zo. Je kan aan de voorkant kan je 3 keer 120 mm doen en aan de achterkant heb je maar nog plek voor 1,240 en die zit er ook in en die aan de voorkant zit er ook in. Je kan hier ook nog een radiator bij doen, dat past ook. Maar we gaan hem even openmaken, want dan zien jullie het natuurlijk allemaal beter. Uiteraard een tempered glass side panel, maar dat heeft tegenwoordig bijna iedere case wel. Zo, dat is echt een flink stukje glas dit zeg, jezus. Kijk eens aan. Nou, zoals je ziet, de kruisachterkant heeft dus 140 en de voorkant heeft dus 340. Ik dacht dat het 120 waren, maar het zijn dus 140's. Dus je moet even kijken hoe ik dat met mijn fans heb die ik heb, hoe ik dat ga doen met de fans die ik al heb. Nou, voor de rest heeft het gewoon een ATX en ook mini ATX plek. Wel de schroefjes er vandoor willen gaan. Mini ATX plek en bovenin heb je er gewoon nog ruimte voor een volgens mij 360 mm rad. Dat is perfect. De PC's worden dus ook helemaal zwart. Ja, behalve de fans die zijn nu wit, maar die ga ik waarschijnlijk wel uithalen. Want ik ga natuurlijk de RGB fans erin doen, die ik ook van Antec heb. De I.O. zit hier niet bovenop en niet aan de voorkant zit. Dus hier een beetje aan de zijkant weggestopt. Wel nice toevoegen. Hij heeft gewoon aan-uitknop, een resetknop. Dan heeft hij 2 USB-poorten, een audio in en een audio out. Ik weet niet precies welke USB het is. Het staat ook wel even in beeld welke het zijn. Maar ja, prima om gewoon even snel een USB-stick of zo in te doen. Maar als we dan naar de achterkant gaan kijken, kunnen we nog even snel doen. Zien we dat we hier allemaal ruimte hebben voor cable management en ook hieronder. Want hier is natuurlijk zo'n rekje voor. Dat zijn alle kabels. Je moederbord komt hier en hier kan je nog een HDD doen en een SSD. En volgens mij kan de SSD ook hier mounten. Daar zijn deze plekjes zeg maar voor. Daar kan je SSD dan op mounten. Dus dat is helemaal perfect. En dat is eigenlijk alles over deze case. En als we dan mijn nieuwe en mijn oude case naast elkaar zetten, zien we dat de oude case was ietsjes groter in de hoogte en qua breedte zijn ze eigenlijk gewoon identiek aan elkaar. En het verschil is denk ik wel dat de nieuwe case is meer een niet per se gaming case. Helemaal zwart en bla bla bla. De oude case was best wel een gaming case. Je kreeg er RGB bij en zo. En dit is heel erg gericht op airflow volgens mij. En op luchtdichtheid en dat je hem nauwelijks hoort. Dus dat klinkt heerlijk. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. Maar ja, deze case gaan we dus voor een tijdje niet meer gebruiken. Want we gaan binnenkort in de nieuwe bouwen. Met deze power supply en met deze case. Waar ik Antec voor wil bedanken. Het linkje staat natuurlijk weer in de beschrijving. Check het even. Ze hebben een paar hele mooie cases waaruit je ook kan kiezen. Ik had er nog wel een paar echt ziek mooie gezien. Maar helaas waren ze op en zo. Bla bla bla. Ik zie ernaar uit om aankomende zondag in deze case te bouwen. Wil je dat zien? Abonneer dan even op het kanaal. Doe ik even een blauw naar het mogen als je hebt genoten. Wil je nou echt iets specifieks weten over de case wat ik niet heb gezegd? Dan zal ik daar waarschijnlijk in de video van aankomende zondag op reageren. Als je op tijd je reactie achterlaat natuurlijk. Als je dat niet doet, ja, dan heb je pech. Maar ja, als je tot hier hebt gekeken, heb je zeker een blauwdruk omhoog gedaan. En hoef ik niet veel meer te zeggen. Dan tot de volgende keer. Later in de ballen. Laters.